Hallo! David! Where is the entrance? I can't find it! Where is the entrance? Mein lieber Gott von Sachsen-Weimar, was ist das hier? Oh! Wat een ravage! Fantastisch! Oh, u bent al, ik ben te laat, neem mij niet kwalijk. Dat ziet zo, ik kom van die Fiji-eilanden. Ik ben daar opgegroeid met de ene Reus, Hendrikus, Johannes, Maria, onvermijdelijk Reus. Die had een kind verwekt bij een Duitse dienstbode, die had hier gearbeid. En daar had mijn moeder, had mij meegenomen naar de Fiji-eilanden, heeft altijd gezegd, Duits is je muttersprache. Maar ja, die spreken dan natuurlijk ook Engels, dus dat heb ik zo'n beetje gemixt. En dan ben ik hier. Ach, dat zijn toch die jurken van tante Therese en tante Agnes. Ach, I'm moved. Really, I'm moved. This is fantastic. I heard tonight is an actor from Holland Olsen or something. Who is he? He should, have a program. I want to see it. Where is he? Come on, where is he? Let me see. Shall I, yeah. Ah. Die bühne is nog ganz leer. Wat soll man machen? Dat is toch schon Zeit. Wie spät is het eigenlijk? Nee, dat macht niets aus. Ik geef Ihnen die Chance, dat überzunehmen. Zo. Och, dat denk ik. Met Weihnachten, da zei mijn moeder altijd: Lass ons weer singen. Lass ons weer singen. Es räuscht. Wat zei ze toch? Oh ja, es räuscht langs de wolken een lieflijke naam, Fichi. Ja, moesten wij zo lachen, fantastisch. En ook, dan belde ze wel met Zeiss, had ze nog wel telefonisch contact. En dan vroeg ik, Mutti, heb je nog een van die ooms gesproken? En zei ze, nee, er was weer te veel Reus op de lijn. Ja, zo ging dat. Zo, eens kijken of die van Olsen nog komen gaat. Want het is erg aan hem om de avond door te zetten. Welkom. Dit moest even, voordat ik begin aan mijn theatraal retrospectief van een Zeisterfamilie in Kasteel Fichi. Het levensmotto van Albert Ruis heet, is denk ik, ambacht, 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 kwaliteit en zuinigheid, soberheid en volharding. Dat kan niet anders. Kijk, algemene gegevens, daar moet ik u toch één, ach wat enig, ja. Kijk, ze hebben mij gevraagd, maak een keuze. Ik heb die keuze gemaakt, maar ik ben nooit meer terug geweest. Dus het is een absolute verrassing voor mij. Wat ik begrepen heb, de tweede generatie, dat zijn 6 broers en 1 zuster. Daar zijn Piet, Hein, Jan, Corrie, Gerard, Theo, Jos. En dan zijn we daar. En allemaal met Maria natuurlijk. Corrie waarschijnlijk met Jozef erbij, maar dat weet ik niet of dat zo is. Kijk, op het toneel, dat kunnen we het met elkaar eens zijn, op het toneel kun je nooit iets alleen doen. Je kan er wel alleen staan, zitten, spelen, liggen, dansen, wat je wilt, maar zonder de techniek, zonder de belichting, zonder een schouwburg, zonder een vloer, zonder publiek, ben je nergens. En daarom noem ik nu alvast, omdat we daar straks misschien helemaal niet toe komen, de Bretels van het gehuurde, die zitten nu weer goed, dat er een zekere Peter zit die het licht doet, een zekere Zeger die het geluid doet, dat er Robert is die het doek doet en zometeen iets aanpakt misschien. Dan is er verder nog 3 jonge ruisjes. Dat zijn Frederik met zijn vriendin Chantal overigens. Jean-Philippe en Christophe en die zitten aan de knoppen. Die doen alles wat plaatjes is. Het is een plaatjesavond, vader vertelt. En dat zit er ook nog Victoria. De eerste generatie ruis, want dat is eigenlijk veel interessanter nog, want daar kwam het vandaan. Dat waren 5 broers en 5 zusters. Waarvan een aantal steeds aanwezig waren bij de ontvangst in Fichi, bij de theaterzaal. Waakzaam, streng, correct, in avondkleding, oud jacketje, oud japonnetje. En zo werden de acteurs vroeger ontvangen. Dat herinner ik me nog heel goed. Wij als jonge acteurs en actrices, jonge collega's, we gaan spelen in Zeist. Oh ja, bij die popjes, bij die mensjes. Ja, het had iets onwezenlijks. Het was vriendelijk en afstandelijk. Het keek gul, maar. Hier had ik niet op gerekend. Hoe dan ook,
zijden lange japonnetjes. Tante Agnes en tante Trees, gastvrouw, en tante Anna meer achter de schermen. Moiré japonnetjes, zoals ik zei. Agnes met broer Theo en Jan meer de directie van het vierenbeuren. Trees bestuurde de banketbakkerij. En wat voor banketbakkerij? Helaas niet meer op orde in die zin. En dan ook George Figi, waarmee alles begon, een banketbakker, ambachtsman. Daarom zei ik ambacht, kwaliteit en zuinigheid, soberheid en volharding. Dan was daar oom Gerrit, dat was heel belangrijk voor onze acteurs, de zaal was toen heel anders. Die werd genoemd omdat hij werkte technisch, was inspiciënt, zorgde voor het licht. Die heette in de familie oom Lampenpit. Hij ontmaskerde eens, is me net verteld, want je moet de leuke dingen er altijd uithalen. Hij ontmaskerde eens twee gelieven op de toiletten. Hij was klaar met zijn werk, voorstelling afgelopen, alles inpakken, iedereen wegwezen. En hij controleerde, zoals dat te doen gebruikelijk is, en de deur van het toilet was op slot. En hij werd kwaad en rammelde, hij zou hulp gaan halen. En juist op het moment dat hij met iemand komt, misschien wel met een breekijzer om de boel open te breken, komen daar twee mensjes, twee kinderen, twee jongelui uit. Kinderen, jongelui. En die hadden de wc-rollen gebruikt om zich geheel in te wikkelen. Zagen eruit als Hans Marcus op een schilderij. En vluchten zo uit Figi weg. Onherkenbaar. De oudste van de generatie, en dan hou ik daarmee op, want we kunnen niet de hele avond alleen maar die familie aan het woord laten. De oudste van de generatie was oom Jan, formeel de directeur. Als enige ook gestudeerd, had de hogere burgerschool afgelopen. En was later dan ook wethouder van Zeist OKNW. Zijn neef Theo heeft dat goed in het oor geknoopt destijds. Ome Kees deed alle administratie, programmeerde. En oom Jan deed het hele rijden en zeilen van Figi met grote aandacht. Alles bewaren, niets ging er weg. Alles werd bewaard. En daaraan danken we een archief zoals in Nederland zijn weerga niet kent. Misschien op de Herengracht in het Theaterinstituut, dat ook al met de ondergang bedreigd wordt, maar dat zal dan misschien toch nog wel weer meevallen. Maar daar is een voorraad aan foto's van vroeger, programma's, gegevens van de Nederlandse theatercultuur, die veel en veel verder gaat dan de mensen zich soms durven voorstellen. Goed, dan tenslotte was er dan oom Piet, die ik noemen wil, dat is de vader van de huidige generatie, want al die ruisjes waren kinderloos. Die waren niet getrouwd en, neem ik aan, ook kinderloos. En die woonden ook in het gebouw. En hadden daar, heb ik me laten uitleggen, kleine kamertjes, bijna cellulair. Een klooster met cellen. Daar leefden ze. En lang, en ik neem aan gelukkig. Behalve oom Piet, die had toch iets, keek iets verder uit de kleren, zal ik maar zeggen. De vader van de huidige generatie, die was van jongs af aan in de meubelmakerij. En hij opende een stofveerderij. En kleedde Figi aan, zoals Jan dat nu nog doet, vandaar wat een ravage. De familie Ruys bepaalde altijd, ook nu, de totale layout van Figi. Zo, en nu echt meer dan genoeg aan toespelingen op de naam Ruys. Tot nader orde ga ik over op het programma. Kijk, er worden steeds nieuwe beelden getoond. Soms snel, soms zit er iets tussendoor, soms een anekdote tussendoor, soms, van alles kan er tussendoor zitten. Ik laat het een beetje ontstaan. Het is eigenlijk een generale repetitie, want morgen is pas de echte officiële première, dus u bent alleen maar proefkonijn. Wij zien hier, even kijken. Niet wat ik dacht dat ik zag, maar ik geloof toch dat ik het wel weet. Hier was de familie Ruys met onder andere Theo de vader. Hier zijn zomaar te greep oude programma's zoals die ooit gebruikt werden in deze prachtige zaal Figi. En hier zijn de Ruizen vele, vele, vele jaren later. Met de vrouwtjes die daar zitten met hun japonnetjes die hier, ja, de pruiken kloppen niet zo erg, maar de japonnetjes zijn origineel. Volgende. Het glas in lood van Figi. Het is nu nog te vinden in hotelkamers, in de gangen van de unieke kamers die ze hier nu hebben. Glas in lood ramen van een echtpaar Visser Duker die dat ontwierpen, beroemde mensen uit die tijd. Hier is de zaal
zoals die was op de openingsavond in 12 november 1925. En zoals het erbij zit, dat is natuurlijk fantastisch. Ongelooflijk. En hier is een brief dan van de ene dokter Willem Royaerts, een van de grootste toneelvorschers, acteurs, regisseurs die Nederland heeft gekend. Vele, vele decennia, zo niet een eeuw geleden. En die schrijft dan op een gegeven moment, als hij, moet je toch voorstellen, dat je nu een brief schrijft aan de directie, hoe het toneel eruit moet gaan zien en wat je aan hebt. En dat het niet te wit of te zwart mag zijn. Dat doet hij wel. Amsterdam. Dan zegt hij, wel edelgeboren heer. Dat is de heer Ruijs uiteraard. Ik zal dus op woensdag 2 december in het Groot Hotel Figi een voordrachtsavond geven. Ik verzoek u beleefd ervoor te willen zorgen dat op het podium een aantal palmen worden geplaatst. Met een hoogkamerschut erachter en een rieten leunstoel. Geel of bruin, niet wit. Ik draag... dat vond ik prachtig toen ik dit las. Dat huur je dan, je hebt er eigenlijk alleen maar last van. Ik draag voor in een chantoupakje. Dan denk je toch, hoe oud is die dreumes? Witte schoenen, nou koket ook nog. Een zijdenhemd en een lavalière, dat is een das. Het programma is samengesteld als volgt, ik zal niet helemaal laten horen. Multatuli, ja, ook toevallig. Havelaars toespraak tot de hoofden van de bak. Saïd Jainadinda, de eerste zang van Adema van Scheltema. En dan ook nog verzen van Huygens, Vondel, Hooft en Brero. Hooggeachtend Willem, dokter Willem Royaerts, eminence. Ja, de volgende. De Spooktrein. De Spooktrein is een stuk geweest, een film ook. Een Engels stuk, The Ghost Train van Ridley, dat wereldberoemd was. Een spannend verhaal op een spoorwegemplacement. Daar is dat emplacement, wordt daar gespeeld door een theatergezelschap. Maar het wordt ook vandaag de dag van tijd tot tijd weer opgenomen, omdat het altijd geld opbrengt. Er is ook een film van gemaakt en in die film zat onder andere, daar zullen we het nog meer over hebben, Fientje de Lamar, in de Spooktrein. Ook, dat vond ik zo leuk om te zien, hier staat als tweede Elsie, de vrouw van Richard Winthrop. Vergeet al die namen maar. Maar wat daarachter staat is leuk. Yuki Broedelet. Ik heb haar nog meegemaakt toen ik pas aan het toneel was. Zij was niet een grote actrice, maar een alleraardigste persoonlijkheid met veel humor. Ze had veel meer humor van het toneel dan op het toneel. Dat kan gebeuren. Je moet die humor kunnen overdragen, dat is een vak apart. Dat had ze niet bij uitstek en toch deed ze wel leuke dingen. Ze heeft later bij Wim Schippers nog televisierolletjes gedaan, herinner ik me nou ineens. Maar zij is vooral beroemd en als zodanig het noemen waard. Ze is de moeder van Remco Kampert. Alle eer aan Yuki Broedelet. De volgende jongens. Kijk, die zitten dus daar, hè, die drie die ik noemde, achter de knoppen. Ze buigen nu ook, ze zijn verschrikkelijk aardig, al heten ze Ruis. Dan heb je hier Nachtasiel, het Moskouer Kunsttheater. Dat zat zo dat ook hier in Figi verscheen van tijd tot tijd het Moskouer Kunsttheater. Dat is het Nederlandse toneelleven van het seizoen 1927-28, mijn geboortejaar. Waren de voorstellingen van Stanislavski's Moskouer Kunsttheater een sensatie. Het was een groep Russen, die waren uitgeweken naar Praag. En die zetten daar de traditie van Stanislavski. En Stanislavski is de voorvechter waar later ook de method bij Lee Strasberg in New York uit voortgekomen is. Dat dus mensen als Marlon Brando, die spelen nog in geconcentreerd en zonder veel uiterlijk vertoon volgens de methode van Stanislavski via de method doorgegeven in Amerika. Die mensen kwamen destijds dus in de 20 jaren al naar Nederland, dus naar Figi. En daar was onder andere bij een zekere, even kijken, professor Sharov. Die Sharov was een heel goed acteur, is later uitgeweken naar Italië, was daar leraar, professor, en kwam na de oorlog in Nederland om mensen als Ton Lutz, Ellen Vogel, Han Bens van den Berg, Fons Rademakers, Anke van der Moer, te regisseren in De Russen. Toen werden De Russen weer gespeeld. Dat gaf een enorme een enthousiasme en een belangstelling voor de Russische literatuur. Daar is deze Sharov beroemd in geweest. Ik herinner me ook nog, hij deed een voorstelling een maand op het land van Turgenev. En daar had ik een hele kleine rol in, herinner ik me nog. En op een gegeven moment bij een generale repetitie was hij woedend. Die Sharov, dat kan niet zo, dat mag niet zo.
Er werd hem ook gevraagd, Guus Osterhoff, maar de Herr Professor was Istus. Oh ja, dan moesten ze zo hoepen, met een trompet moesten ze hoepen. Die kunnen überhaupt niet hoepen, ik mache besser zo. In de gangen van de stad Schouwburg tijdens de generale repetitie. De volgende, jongens. Dan krijgen we de vrek van Molière. En een goede buur is beter dan. Allebei met Jan Mus. Jan Mus was een acteur die dan ook nog De Wijze Kater heeft gespeeld. Onder andere een grandioos acteur met een prachtige De Paradijsvloek. Die altijd weer op moest draven als het gezelschap van Heijermans failliet dreigde te gaan. Want dan moest de kater weer opkomen. Het is gebeurd dat hij 's middags een telefoontje kreeg of een soort expressmelding. Hij woonde ergens in Amsterdam. Kom naar de trein, we moeten naar Meppel, want er valt wat te vangen. We gaan de kater weer spelen. Dan moest hij weer zeggen van lekker bakkie melk. En dan... Ik weet dat zo goed, want ik heb zelf die kater ook gespeeld. Het is daar te zien. 60e jaren in Amsterdam. In de toneelgroep Studio in de Nes. En daar was dan Wim van der Brink als de koning. Daarnaast de wijze kater in zijn pak. Daar de argeloze, mooie Joopje Admiraal, die Jonathan speelde, was mijn baasje. En links zit een man, ik weet dat er een paar mensen zijn die hem nog goed kennen. Dat was Ab Abspoel. En ik heb nog nooit iemand zo door een masker heen en pruik op zo waanzinnig komisch zien spelen. We hadden het vaak Spaans benauwd, omdat hij zo goed kon smeren. En dat is ook heerlijk. Ja, de volgende. Het adelaarsjong L'Aiglon van Rostand, gespeeld door Elsa Maus. Elsa Maus was een figuur aan het Nederlands toneel die zich eigenlijk altijd als een hele tere, kwetsbare, magere, dunne, met een zonnebril op, een hele bijzondere hoeden of een soort cachemisère waar ze alles onder stopte, vrouw, een absolute ster, ongenaakbaar. Daar is ze, daar staat ze met Van Dalsem in L'Aiglon, speelt ze samen. Ze speelde weinig blijspelen, meer wedekind en een beetje diepgaande stukken. Ik herinner me op de toneelschool, toen ik op de toneelschool zat, de eerste lichting na de bevrijding, 46, 47, 48, 49, dat zij les gaf, bij hoge uitzondering, in de derde klas. En Henny Orrie zat in die derde klas, met Ton Lensink en Dini de Neef. En toen dacht ik, ik moet dat meemaken, zo'n les. En toen ben ik naar binnen geslopen, dat was dan niet zo groot als hier uiteraard, en achter een gordijn mee verstopt, tot ze binnenkwam met Henny, die ook van niets wist. En ik heb daar iets van anderhalf uur gestaan. Hoe u het uithoudt, weet je niet, maar het was zo spannend wat die vrouw zei. Dan zag je alleen maar dat ze in de zaal stond, dat ze op het hogere toneel aanwijzingen gaf. En het had iets magisch. Alleen al dat je, het feit dat je daar staat, terwijl het niet mag, en iets heel groots bezig ziet en bezig hoort. Dat was Elsa Maus. Ja, de volgende. We ontkomen niet aan Hamlet. Hamlet van Denemarken, de prins van Denemarken, zijn vader, gespeeld door Van Dalsem. En de moeder, Gertrude, door Fikarelsen. In een uniek decor van Weideveld, een werelddecor van een wereldklasse. De kostuums en de decors waren door Weideveld ontworpen en zijn tot op de huidige dag voor jonge architecten en voor jonge decorontwerpers nog steeds een uniek voorbeeld. Hier links zie je Verkade als de jonge Hamlet. Zo jong was hij nou ook weer niet, maar dat is geen punt op het toneel vaak. En tegenover hem, misschien zijn er een paar mensen die dat weten, uit de tijd dat u naar de radio luisterde, waren daar vaak hoorspelen die ontzettend toch geliefd waren bij heel veel luisteraars. En dan was vaak de spelleiding bij Kommer Klein. En Kommer Klein staat daar als de rivaal van Hamlet en in het gevecht. Uniek. Hier Hamlet, een Haagse komedie, want hoeveel Hamlet zijn er niet geweest? Koen Flink is een vieren jonge Hamlet geweest. Erich Schneider, een pracht. Dan Pierre Bokman natuurlijk nu in Amsterdam. En zo zijn er een aantal geweest. Hans Hoes. Hamlet wordt steeds weer gespeeld, dus Hamlet kwam ook herhaaldelijk in Vigie. 1928 en 1949. De volgende. En hier krijgen we een affiche die heet Poudre de Ries, of Ries, en een slager van het Rotterdams Hofstadtoneel. Het ging niet diep, maar het had heel veel succes. En dan vooral dat Toontje heeft een paard getekend. Dat is een stuk wat je zo weer zou kunnen spelen, een kassucces.
Het gaat over een jongetje. Hier zit hij keurig. Maar je ziet niet helemaal wat hij doet. Hij tekent een paard. Een paard is een hengst. De hengst is een beetje blij en opgewonden. Dus Toontje denkt dat hij 5 poten heeft. De enige die het apprecieert in het gezin is niet de ouders. Wie dan ook, niet Paul Steenberg of Mimi Boesnacht die dat speelde destijds. Nee, dat is Fie Karelsen, de grootmoeder, die daar prachtige grappen over maakte. Hier zie je nog een keer de comedianten, ook met een reeks spelers uit Johan Kaart, de vader van Hans Kaart, Magda Janssens, Josephine van Gasteren. Noem maar op. Oké. Nu zou ik graag even een muziekje willen horen en de volgende inzetten. Ik ga niet zingen, maar er staat: onder de bomen van het plein, daar kun je zo gelukkig zijn. Amsterdams lied in een cabaret met Wim Ibo, wat hij heeft samengesteld met onder andere Ronnie Bierman, God hebben de ziel, Henk van Ulsen, Fred Florissen, wij zijn er nog. En hier Annie de Leeuwen, vandaar. Annie Mols de Leeuwen, ook een fameus radioactrice, cabaretière, die... onder andere Toiletjevrouw is een heel fameus nummer van de geweest. Die speelde en dat werd dat gedaan in Tingeltangel op de postzegelmarkt. En in datzelfde Tingeltangel speelden Sito en Marijke Hoving, Donald Jones en Dini de Neef en ik vanaf 1956 Tingeltangel. Dat hebben we toen opgericht. Ik ben er 2 jaar bij gebleven. Het werd toen heel erg politiek en ik kon Klompé niet van een ander onderscheiden. Dus ik moest daar toch wel uit. En we hadden ook dansjes en leuke kostuums. Het was van weinig geld heel expressief bezig. En dat werd de choreografie, dus de pasjes, die werden gedaan door een ene Jack Bo, Jackie Bo. Hier in zijn jonge jaren, ik ken hem alleen maar als een oud elegant heertje, die ons hielp. Jackie Bo werkte bij Louis David in de revue. En hier staan ze achter de coulissen het heel leuk en collegiaal te hebben. De volgende... Marijntje Gijzens Jeugd. Ja, dat zit in het boek van A.M. de Jong. Ik ben ter gelegenheid daarvan nog eens in de oude boekenkast gedoken... die ik er nog op nahou waar werken zijn... die mijn moeder in haar meisjestijd voor €3,90 kocht. Prachtige antiquarische boekjes. En de taal die toen gebezigd werd... die werd ook gebruikt in een toneelstuk of in een film zelf van Marijntje Gijzens. Met Nap de Lamar, de vader van Fien de Lamar, als de Kruik... een weerbarstige zuiper en een meisje, Siska Kremer, als Marijntje. Mij viel op dat zo'n eerste zin in die tijd, ja, kom er nog eens om. Er lag een blauwe doom over de boomgroepen rond de verre boerderijen en zwaarmoedig droomde het oude rood der daken daartussen. Dan hoef je toch niet veel meer eigenlijk. We gaan door, de volgende. Nee, jongens, sorry. Fien de Lamar, die ik noemde. Een briljante actrice, grote rollen gespeeld. Een lastig, wat wij dan aan het toneel noemden, een lastig wijf, maar zo uniek, zo eigenzinnig. Dat wel willen, dat niet willen. Ze was altijd hevig verliefd, was altijd heel erg trouw, of hoe dan ook, aan die ene man, Piet Grosso. Was ook dood ongelukkig toen die man stierf. En ik herinner me nog dat ze... ook, ze heeft ook behoorlijk ingenomen. Dat ze in de Beethovenstraat in Amsterdam woonde, dat is toch nog overzichtelijk lang of kort geleden. En voordat ze naar Zandpoort zou worden afgevoerd, omdat ze totaal doorliep, is ze daar uit het raam gesprongen. En dat was het einde van een briljante persoonlijkheid. Met zoveel lief en leed. Dat ze kon gebruiken wat ze aanwende om zich te bevrijden misschien in rollen die ze op het toneel speelde. Weergaloze actrice, Fientje de Lamar. Ja, de volgende. Alexandra Moissy. Wat heel bijzonder is, bijna legendarisch, was ene Alexandra Moissy. Een acteur van Italiaanse afkomst, die met een reisgezelschap van het Stadtheater Münster in 1930 in Zeist speelde. Amsterdam, Zeist. In een stuk dat heette 12.000. 12.000. Deze man was zeer beroemd.
Hij had een prachtige dictie. Ik heb wel eens oude wasrollen, grammofoonplaten van hem gehoord. Als die bijvoorbeeld moest zeggen, der wind hat mir ein Lied erzählt, wat Sarah Leander trouwens ook zingt, dan was dat bij hem niet meer, der wind hat mir ein Lied erzählt. Krankzinnig, maar prachtig. Hier heb je hem, affiche, Hotel Figi, Zeist, schitterende affiche. Hier de beschrijving van het stuk en hier met zijn moeder. Hij was een ongetrouwde man, ik denk dat hij, ja, als ik zo zijn geschiedenis volg en lees, dan is het een aperte homoseksuele man geweest met alle, alle uiterlijke vormen ervan, van esthetiek. En dan in die tijd. Het was ook opvallend hoe vaak hij alleen optrad. Er zijn nog drie foto's, mag de volgende ook even? Ja, maar hier heeft schrijft hij zijn handtekening, 1930, daar is hij Hamlet. Met de geest, met de schedel van York, de overpeinzing, de filosofie over dood en leven. En hier is hij, ik ben iets vrouwelijks, hij is niet Julia, hij is Romeo. Maar dat is natuurlijk ook typisch die romantische tijd, mooi, en het soort foto's wat toen gemaakt werd. Een detail is nog, dat vertelde Theo mij, het onverwachte overlijden van Moissy op 22 maart 1935, doorkruiste een tweede optreden bij Figi in Zeist. Dat was voor 6 april 1935 aangekondigd, is niet doorgegaan. De volgende. Drie zeer vrolijke affiches, operetten. Niet hoofdstadoperetten, die met de ondergang bedreigd zijn. Schande, schande, schande. Nee, hier is het nog Fritz Hirsch. Operette is natuurlijk een vorm tussen opera en toneel in. Cabaret-achtig, variété-achtig, waarmee je een groot publiek gelukkig kunt maken. Het lijkt heel erg ongecompliceerd, dat is het in de uitvoering natuurlijk helemaal niet. En zeker niet bij Fritz Hirsch, die hier geweest is, vele, vele malen, waar bleek dat er grote vakmensen zongen en choreografieën maakten, dansten en acteerden. In operettes als Das Märchen vom Glück, en dat heet iets van de Frühlingstraum in Alten Wien, en dat is dan Wenn zwei sich lieben. Het is niet voor niks dat de hoofdstadoperette zoveel succes heeft en dat er zoveel wordt gelobbyd om dat in stand te houden. Goed, de volgende. Dan krijgen we hier het grote ABC, Monsieur Topaze, vertaling Cor Ruys. Cor Ruys, die ook meespeelde, heeft niets te maken met de ruizen waar wij ons nu zo op concentreren vanavond. Cor Ruys was een prachtig blijspelspeler, die met heel weinig middelen veel kon laten zien en suggereren. Hij had een ingehouden humor, was een vrij chagrijnige man. Ik ken mensen die bij hem gewerkt hebben, onder andere Henny Orrie en Ton Lensing destijds. En die, ja, oom Cor was eigenlijk onuitstaanbaar, maar zo'n, tegelijkertijd zo'n, had zo'n vaderlijk overwicht. Hij had, ik heb gehoord dat hij in Zwolle in Todeon optrad. En dat was er een tafel met het hele gezin, het was altijd iets met een gezinsverhaal. En dan moest vader kwam van de soos, kwam dan op, lichtte dan eerst de deksel op van het eten, wat geketerd was. Dat woord bestond toen nog niet, maar het gebeurde wel, dat moest gegeten worden. En als hem dat niet beviel, dan zei hij, ik heb al op de soos gegeten. Zo kon hij in de hand houden of hij aan tafel moest, ja of nee. Ik moet u zeggen, eten op het toneel is vaak een ramp. Een man die dat schitterend heeft kunnen doen is Wim Sonneveld, omdat hij de bitterballen alleen de hulzen had en leeg liet maken. En die waren dus leeg. Dus zo kon hij er veel wegstoppen. En dan gaat de suggestie dat je bijna kotsmisselijk werd als je dat zag. Maar eten op het toneel, ik zou u zeggen, behalve de Kloris en Roosje naar de Gijsbrecht. Want vroeger kwam dan Dikker en Thijs zelfs met grote schalen, die zijn nou ook alweer niet meer. En Kloris en Roosje überhaupt niet, maar er werd toen altijd wel goed geschranst. Maar verder een drankje op het toneel, wijn, nog steeds daarvoor zeg, zure bessensap of een whisky, thee, ja. Tot iemand eens een keer wel een scheut whisky erin stopt. En je moet u zeggen, ze hebben het nou niet gedaan, dit blijft zo hoor, deze truc. dit koffertje, ook van de Ruizen uiteraard, dat is een heel leuk licht koffertje. Er zijn natuurlijk momenten dat je, zeker als je een jonge rol speelt, dat je thuis komt en hallo, is daar iemand? En dan doe je je rol. Maar wat doen dan de technische jongens, die een beetje een geintje willen, die stoppen er een kluitje in. Ik heb er niet één bij de hand, daarachter die deur staan er een paar van die lage dingen. Lood en zwaar, loodzwaar, tientallen
kilo's weegt het. En dan denk je, nou ga ik er en dan kom je. Goed, hier zien we dan Grompi, een successtuk van Coruijs. En het leuke daarvan is om te zien dat Wim Kan als jong acteur daarin meedeed. Straks zien we dat ook van Sonneveld. Dat zijn mensen die toch als acteur begonnen zijn en nog helemaal niet wisten wat voor carrière ze te wachten stond. Ze zouden ontwikkelen. Hier zijn ze aanwezig. En hier is heel duidelijk 1961, 1936, Wim Kan, die een herexamen speelt. Zijn ABC-cabaret bestaat dan precies 1961 min 1936. Wim Kan. De volgende graag. Hier zijn dan weer die familie Ruijs van het toneel aanwezig. Dit is Cor Ruijs met Rika Hopper. En het grappige is dat Cor Ruijs, kijk, die mensen die hadden een heel klein, hoe zou ik dat zeggen, een heel klein bureautje waar alles aan gebeurde. De afspraken met de schouwburgen, de afspraken met de toneelkapper en kostumier, dat hielden ze klein. Cor speelde alles en Anton, zijn broer, die sprekend op hem leek, die speelde mee. En er was ook nog een Willy Ruijs, die later de dikke deur was in, wat was het ook weer? In Pipo de Clown, precies, dat is Willy Ruijs. Exact, die Ruijs, dat ruiste ook samen, die deden heel veel met elkaar. En dat is daar een voorbeeld van. De Vier Mullers was een blijspel dat het verschrikkelijk goed deed, wat heel veel geld opgebracht heeft. Of Fluffy neemt de leiding van het Vrije Toneel. Daar zit dan nog in ook Wim van der Brink en Nel Koppen. Prachtige actrice destijds. De volgende. Pygmalion, hier ook met Albert van Dalsem en daar gaat het mij om, zeker het volgende item, Charlotte Keuler. De volgende graag. Krijgen we eerst nog Arsenicum en Oude Kant. Ik weet niet of u daar ooit nog van gehoord hebt. Het is een enig blijspel, twee lieftallige dametjes die de ene moord naar de andere plegen. En wat ik erg leuk vond van deze affiche, 2 januari 1947, toen was alles nog met de hand getypt, hoe noem je dat, met de schrijfmachine. Dat was het programma dat misschien toch nog, zeker hier, wel voor een kwartje verkocht werd. Vie Karelsen en Marie Meunier-Nachtegaal met veel. Ook de jonge Ton Lutz. Ton, grote eminence grise. Daar staat hij, onderaan, Ton Lutz. Iedereen begint klein en eindigt minder klein. De volgende. Ja. In het midden hebben we hier de concertzaal van Vivi in 1930. Zo zag het eruit. En daar werd gespeeld onder andere Marathondans. Door deze vrouw, Charlotte Keuler. Charlotte Keuler is de vrouw geweest die voor mij het grote voorbeeld is geweest van solovoorstellingen. Zij bewerkte zelf boeken die ze las. Guus de Vrijne, haar man, regisseerde haar. Maar ze speelde ook gigantische rollen, Elektra, Baderloch, noem maar op, naast mensen als Van Dalsem en bij Royaerts. Maar ze was zeer eigenzinnig. En ze was de eerste die echt door Nederland op reis ging met een koffertje, zelf een lampje in een spotje draaide als er al een spotje was, een tonetstoeltje, en daar zat ze en ze vertelde. En zo kwam ze in Kampen, voor het nut van het algemeen, departement Kampen, in de oorlog. En goddank waren mijn ouders daar lid van. En namen me mee. En dan zag ik een vrouw in een witte jurk met een zwarte pruik. Een rode sjaal. Frasquita. En Frasquita was een molenaarsvrouw. Die heel gelukkig leefde met haar man. Die boven in de molen werkte en zij was beneden. En ze had een gesprek met hem. En hij plukte druiven. En die liet een druif in haar mond vallen. Ik zat nooit vergeten hoe ze dan met haar mond omging. En dat die druif, die dan zo sappig, het liepje gewoon langs je bek als je naar keek. Zo plastisch, zo intent, met zoveel humor. Dat was Charlotte Keuler. Marathondans is gemaakt naar een boek dat heet Marathondans, maar dat is weer een vertaling van een film die vele zullen kennen. They Shoot Horses, Don't They. En dat las ze dan en dat bewerkte ze dan. Ik heb zelfs het boek hier. Ik zal u ook vertellen waarom ik die boeken heb en wat voor
treurig verhaal daaraan vastzit. Maar dit is dan het werk van Charlotte Keuler, die doorkraste, met de pen dingen bijschreef, scènes omgooide. Dit is haar werkboek. Hoe kom ik nu aan dit werkboek? Ik woon in Amsterdam in de Jacob Oberstraat, op de hoek heb je de Laressestraat, op 14 woonde Lot Keur. Heb ik jaren meegemaakt. Ben bij haar binnen geweest ook. Ik was iets aan haar gevraagd, of een lesje genomen. En dan had ze een prachtige kamer, groot, van een architect die Kramer heet. En daar was ook een toneel gebouwd, want in de oorlog trad ze stiekem op, clandestien, in haar eigen huis. Zij trouwt op... Ze is eerst getrouwd met Guus de Vrijne, daarover zo. Later hertrouwd, toen de Vrijne dood was, met de architect Weideveld, beroemd man. En zij sterft, en Dutchie, dat was de naam van Weideveld, wisselt ook het eeuwige met het... of het levende met het eeuwige, hoe moet je het noemen, gaat ook dood. Dus. En dan gaan de kinderen... om de boel op te ruimen, zetten de hele artistieke erfenis van Charlotte Keuler op straat, op de stoep. En hoe het kan, vraag je af, iemand belde mij op, ik was thuis, wat is er? Ja, hij had het gezien, bij de Laressestraat nummer 14, wat dan? Alles van Lot Keuler ligt daar op straat. Zulke foto's, boeken, van alles, noem maar op, zelfs een trouwboekje met de Vrijne ligt er los. Wat doen we? Ik ren naar beneden, ik huur een bakfiets bij een fietsenstalling die er toen nog was, die is nu weg. En rijd er naartoe en heb de hele boel op die kar geslepen. En zo heb ik nu nog een groot aantal dingen van Charlotte Keuler, onder andere de schminkkist, moet dat winnen. En een groot gedeelte is al naar het toneelmuseum gegaan. Maar het meest ontroerende vind ik dan toch dit kleine trouwboekje, dat is toch om te janken, van de gemeente Maastricht, waar zij trouwt met Guus de Vrijne op, om precies te zijn... De een was geboren in 1893, zij 1892 en ze trouwen dan begin 20e jaren in Maastricht. Te vinden op straat in de Laressestraat. Goed, volgende. Zonneveld kreeg de zijstenaren aan het zingen. Ja, ja, het is maandagavond heus gebeurd, lees ik hier. Dat het publiek in een figie, een refreintje, meer zat er ook niet aan, mee ging zingen. Niet allemaal natuurlijk, het blijft voor velen wat gênant om op uitnodiging van een cabaretier zomaar een voordien onbekend liedje op onbekende wijze mee te zingen. Maar waarachtig, Wim Sonneveld, lukte het maandagavond om zowat de halve zaal van figie mee te laten doen. En dat terwijl het publiek toch voor het grootste deel uit ouderen bestond. Zoals u nu eenmaal meestal het geval is. Nou ja, het was nog wel zo'n echt Amsterdams liedje zoals Louis David ze vroeger bracht. Van de Olieman en de Ome Thijs en weet ik veel. Goed, hoe dan ook, het is gebeurd. De reprise van Sonneveld werd bij Figi dus luid ontvangen. Hier zien we een stuk, J'ai 17 ans. Ook een stuk waar Sonneveld in speelde. Een voorbeeld van hoe de cabaretier als acteur begon. En hier hebben we dan de prachtige zaal van Figi. Rond 1950. De volgende. Nu krijgen we een vrouw, wil ik oproepen, dat is Vera Bondam. Want Vera Bondam, hier staat ze, was mijn eerste lerares op de toneelschool in Amsterdam. Uit Kampen onmiddellijk in 1946, niet met de boot, wat ook had gekund, maar met de trein naar Amsterdam. Logeren bij een tante van mij, kinderarts in Amsterdam, met de Michelangelo-straat, zuster van mijn moeder. Haar dochter zit nu hier, daarom zeg ik het. En ik ga naar Vera Bondam. En ik ga eerst naar Paul Huf. Want via, de jonge meisje die ik kende, zei... Ik kan je introduceren bij Huf. Ga dan alvast een les nemen voordat je je examen gaat doen. Dus ik ga van de Michelangelo-straat naar de Willemsparkweg. Want daar woonde Huf. Toen nog met Paultje, de huidige fotograaf. En... ik hoor al, nee, kerel, uit dat portiek daar. Nee, man, die aal is veel te dun. Die is pinkdun. Nee, dat betaal ik niet. Dus Huf stond daar te marchanderen. Huf was een martiale man. Een beetje een kerkvoogd. Toen kwam hij ook de bus binnen. En hij maakte ook bijna een zegenend gebaar als hij de bus binnenkwam. Je hebt van die mensen die er eeuwig een soort rol spelen om zichzelf in een vorm van waardigheid te bevestigen. Dat had hij heel sterk, machtig acteur, daar niet van. Hoe dan ook, ik kom bij Huf en moest toen nog gaan zeggen van het carillon van Ida Gerhard, ik zag de mensen in de straten. Maar ik was zo onder de indruk
van dat gevecht met die Volendammer. Wat was Volendammer met zo'n mand? Dat had je toen nog. Volendammer in kleren, die paling verkocht uit Baten, uit Vente. Dus dat ging niet goed. Hij zei, nee kereltje, je bent ook zo klein. Theater is groot. En hij maakte zich nog groter. Het moet zo groot zijn. Het grote gebaar. Waar. Dat kopje is zo klein. Ik ging af. Alsof ik mijn dood van ons had gehoord. Maar ik dacht, nee, ik mag nog naar mevrouw Bondam. En kwam toen in de PC Hoofdstraat. En daar op 3-4 hoog. Zo'n huis waar Hans Snoek nu nog woont met haar man. Hoog. En daar was het heel donker, gordijnen dicht, opgezette katten op een vleugel. Dat had al de poezen bewaard. Die sfeer, ook niet om vrolijk van te worden, maar ze was zo opgewekt, ze was zo aardig. Ze zei, oh, nou één ding moet je meteen zeggen. Je hebt een hele frisse uitstraling en je bent niet te groot. Want op het toneel ben je gauw te groot, hoor, denk eraan. Er is nog hoop voor de reusjes. Goed, dat was Vera Bondam die hier in Candida ook meedoet. Een groot een stuk van Bernard Shaw. En hier Rieke Hopper. Een brief van Rieke Hopper aan... Even kijken... aan de directie van Figi. Ze heeft dan in 1947 gejubileerd. En jubileren, daar kon ze. Bijna een soort Heintje Davids, maar dan van een andere allure toch nog weer. En hier schrijft ze Rieke Hopper. Ik kan dat zo imiteren, want dat hebben we zo vaak gehoord. Ik kwam op de toneelschool en zei, ik mag zo graag naar de jonge lui luisteren. Zij spreken zo duidelijk. En zo praten ze zelf. Hier zegt ze, Rieke Hopper, 22 maart 1947. Prettig mijn 50-jarig jubileum in Zeist te kunnen vieren, te kunnen geven. Waar ik zoveel lieve herinneringen aan mijn publiek in Zeist heb. Ik heb meegemaakt dat ze jubileerden. En de hele toneelschool figureerde mee als studentjes in Alt-Heidelberg. En daar was zij bij. En dan was een afloop doek dicht, doek open. En dan werd er flink gespeecht. Burgemeesters, commissarissen. Er werd ook flink geschokt, want de pensioenen waren niet zo goed. Maar daarover later nog eventjes. En dan ging ze aan de rand van de toneel staan in een soort gouden japon. Oh, lief publiek. Ze genoot er zelf het meeste van. En zag dan plotseling een slachtoffer en zei, och, daar zie ik Marie van Riemsdijk. Hoe is het, meisje? Allebei 112. Hoe is het, meisje? Ik weet nog zo goed, Marie, dat ik de freule speelde en jij een brief opbracht. Weet je nog? Secreten. En nog waarschijnlijk, maar goed. De volgende graag, jongens. Ik had het over een huldigingscomité. Dat is ook niet mis. Albert van Dam, moet je even kijken, zeg. Dat is meer dan de hele rol die Van Dalsum die avond speelde. En allemaal burgemeesters, gemeenteraadsleden, allemaal emmerschokken. Want een pensioen bestond niet. Dat was absoluut noodlijdend. En een pensioenfonds voor toneelisten is later ingesteld. Nou, daar kun je je oude dag ook wel van op je rug schrijven. Dat stelt niets voor. Zo ook hier is dat toen comité voor Van Dalsum ingesteld om dan vooral geld binnen te halen. En hij speelde dan De Moord in de Kathedraal. Deze unieke foto waar hij als de hoofdrol in De Moord in de Kathedraal van T.S. Eliot speelt. Met een keur van mensen, waaronder onder andere ook Elise Homans. Zalige nagedachtenis. Goed, de volgende. Ach, ja. Ach, een boek van de vader... En het portret van de zoon, de meester. Hij woonde hier, rond 1912. En hij schreef een boek, uit de Wereldbibliotheek uitgave is het. De zonde in het deftige dorp. Ik hoef u niet uit te leggen waar dat over kan gaan. Zijn zoon was regisseur. En in zijn jonge jaren en later regisseerde hij onder andere De Koper van Venetië, The Merchant in Venice van Shakespeare, in een vertaling... van de meester zelf. En daar zat onder andere ikzelf in twee kleine rollen. Maar ook Bens van den Berg en Ton Lutz en Rademakers. Allert van der Scheer, mijn klasgenoot, die er nog is. Ank van der Moer, Ellen Vogel. Dus wij hadden natuurlijk toch wel als nieuwe generatie na de bevrijding, na de oorlog, een keur van opkomend stuwende toneelkrachten om ons aan te laven.
Ik heb een kort fragmentje kunnen vinden van dat boekje van de meester. En aangezien het zo intens van Zeist is, wil ik u dat even laten horen. Het is het 9e hoofdstuk uit De Zonde in het Deftige Dorp. Zeist dus, een vertelling van mensen en zeden, de Johan de Meester, circa 1912. Over de dokter van het dorp, Stork. Was die vervloekte hond er nou toch weer vandoor? Staart, hier! Maar de eenzame duisternis bleef strak stil. Dokter Stork grabbelde diep in zijn jaszak en staanblijvend floot hij, lang. Tot die beweging zag hij schimmen, achter het bouwland, tegen het akkermaalshout. En waarachter daar kwam de hond, Staart, dwars over de hobbeligheid van het land, telkens met één poot doorzakkend in de bevroren sneeuw. Zou jij bij me willen blijven, hè? Anders komt de riem, vriend, kijk uit. Het weer was te mooi voor straf en voor boosheid in Zeist. Als Van Rooyen dat straks nou ook maar besefte, dacht de dokter. En veerkrachtig stapte Stork voort. Het verheugde hem dat hij naar zijn vrouw Cornelia had geluisterd en de fiets had thuisgelaten. Het was je aangewezen wandelweer. Hij ging veel te zelden te voet door het dorp. Ah, slachtoffer van de huidige mechaniek. Een mens op een fiets vond hij die troont, als op een paard. Hier in het dorp genoten de mensen van de natuur nooit anders dan op hun tronen. En nog meer, en voor zover het nog natuur was rondzeist. Al dat nieuwe, die tuinen, dat omrasterde, dat bijgeharkte, ach nee. Maar nu, onder die uitgesneeuwde zachtstralende eerste kwartiershemel, lag zelfs dit deftige dorp heel devoot en stil. Eenzelfde sneeuwkorst dekte alles en een fijne duistering doezelde de hekken en de schuttingen weg in één witte landelijkheid. Maar niemand genoot daar eigenlijk van, rijk nog arm in het dorp. Men woonde buiten en niemand genoot ervan. Tegen vieren hadden de mensen huiverend zich voortgerept. In de sociëteit werd wat langer geplakt. Gerekens had nog gezegd, geef mij nog een tik port. Ik zie er tegenop om dat door te gaan door die kou en die wittigheid. En later buiten tegen Stork zegt dokter, ga je nu op de fiets? En toen dokter Stork was meegelopen, mee opgelopen, was ook dat weer mis geweest. Want hij wist het wel. Dat stond niet in het dorp. Een heer naast zijn fiets. Zoiets mocht enkel de slagersjongen. Behalve de slungelige brievenbesteller en een paar niet herkenden die van de trein waren uitgestapt, had Stork niemand ontmoet. Hij wist zich ongeneeslijk eenzelvig. Zelden hooguit twee keer had hij een medewandelaar bij ver zieke bezoek gehad. In de sociëteit verscheen hij haast elke middag eventjes. Beleefdheidsvisites verzuimde hij nooit. Wat meer moest hij ondernemen tegen die heersende stijfheid van het dorp. Hij kon dat deftige dorp niet hervormen. Bij een kronkel van de weg eindigde de openheid en daglonerserfjes kwamen aan weerskanten tevoorschijn. Vrouw Lamper, die juist haar deur zou ingaan, draalde, zag de dokter, wenste goedenavond en bleef staan kijken bij wie hij binnenging. De buurt zou er wel alles over weten. En toen hij het erf van Rooyen opstapte, en daar ging het om, sloeg de hond van de buurman aan. Hier, hier, Staart, hier, beval hij niet te hard. Op Storks tikken kwam vrouw Van Rooyen. Het verschrikte achteruitwijken, de handen aan de boezelaar wrijven, dat kende Stork van veel zieke bezoeken. Kan ik de man Van Rooyen zelf een ogenblik spreken, vrouw? Mijn man is thuis, dokter. Ze zuchtte, want zijn bezoek gaf evenveel beklemming alsof er een zieke was. De zoon, Dina's broer, keek stuurs. En die dacht wellicht, waar bemoeit die dokter zich mee? Van Rooyen zelf was opgestaan, pet in de hand. En op een wenk van de moeder verdween de jongen in de duisternis. Op tafel, onder de olielamp, kromrugde poes
en blies naar hond staart. Stork greep zijn hond bij de halsband. Hij zat nu tussen de ouders van Anna, van Dina. Het lamplicht druilde over de armelijke gezelligheid van de avondkoffie. Het werd weerkaatst in een vissenkom. Die stond op een lage kast, waarachter fotografietjes hingen. Heel veel van Dina. De enige en geliefde dochter op verschillende leeftijden. Stork wilde volstrekt geen aandoening of ook maar verlegenheid laten blijken. Maar bij het binnentreden, toen hij die broer had gezien, had hij een glimp van gêne gevoeld over zijn eigen kleine verliefdheid, vlaagjes voor Dina. Maar nu was hij weer geheel de dokter, de heer van het dorp, die raad geven wilde en helpen. Je weet waarvoor ik kom, Van Rooy. Nou, dokter, ik moet dat wel zomaar denken, dokter. Ijverig viel de moeder in dat dokter toch zo bijzonder vriendelijk was om Dina te woord te staan. De meid was zoveel goedheid niet waard, dokter. Moeder, viel haar man in, Van Rooyen. Daar meen je niks van. Dina heeft dom gedaan, vreselijk dom, maar de schuld, de slechtheid, die ligt bij de verleider. En dat zal de dominee van het dorp ook wel beseffen. Al betreft dat dan ook zijn eigen zoon. Nu duurde een pijnlijk zwijgen. Want juist wilde Stork wat zeggen toen Van Rooyen traag doorsprak. Dominee zal Dina nooit geloven. Wat nou niet geloven, man, zei Stork. Ben je nou dwaas? Je denkt toch niet dat die jongen het logenen zal? Dominee zal het niet van Dina geloven. Wat wilde die vent, die vader, met dat starre praten? Dat herhalen? Of wantrouwde hij Stork ook? Of was het de nederigheid van die armen in het deftige gezagsdorp? De dokter werd er kregelig van. Kijk eens, Van Rooyen, je neemt ermee aan dat Herman van de dominee het je dochter zal heten te liegen. Maar dat zal eerst nog moeten blijken, man. En voor zo slecht houd ik die Herman niet. Wat hij deed is al ellendig genoeg. En moeder griende en Stork zat van zijn stuk gebracht. Kijk eens, jullie als ouders, jullie gelooft je kind toch? Ik heb nooit getwijfeld of Dina heeft mij de waarheid verteld. Ik ben gekomen om samen met ons drieën te overleggen. Dina's belang is wat ik op het oog heb. En ben natuurlijk niet buiten de ouders om. En huilerig kwam de moeder. Maar als ze nou moet thuis blijven, met de winterdag. Was dat het? Als ze nou thuis moet gaan zitten, de hele winter lang, en vrees voor louter ontdekt worden, in het dorp. Gingen de berekeningen van die ouders niet verder? Wat een dwaasheid. Stork stond op. Dat was hem toch te kras. Hij zou dan wel zien, er was nog tijd. Ik zal eerst nog met Dina spreken. Als dokter zo goed zou willen zijn, alstublieft, dan moeten we dokter wel bedanken, hè? Ja. Nee, volstrekt geen dank voor Rooyen. Goedenavond. In Stork kneep een verward gevoel van ergernis en zelfverwijt. Waar had hij zich ook mee te bemoeien? Zijn ijver was nog niet volkomen zuiver. Enige naijver kwam er ook wel bij. Hij was ook maar een man. Hadden die mensen dat begrepen? Laat jij er met rust, dat had die vader bedoeld. Hem met rust laten. Dina had immers ook zo gedacht. Niets anders had ze hem verzocht dan haar geheim vooral niet te verraden. Dus ook Dina dacht voorlopig niet verder. En misschien hoopte ze nog wel op Herman van de dominee. In elk geval hij, de dokter, de begrijpende, de belangstellende dokter van het dorp, had van die simpele luidjes moeten leren dat ongevraagde diensten onwelkom kunnen zijn. Toen, nu. Ja, de volgende. Wij gaan door. Nog even. De strafzaak van Mary Dugan. Weer zo'n spannend verhaal dat het Verenigd Toneel uitbracht. 1928 in Fiji. Het is ook erg leuk om te zien. Sluit uw assurantie, staat er opzij. NV, het buitenverblijf in Nederland. Fransen van de Puttelaan 2, Zeist. En hier de vleeshouwerij Herman C. Oostveen. Spekslagerij. Ja, ja, ja. Hier een kostelijke foto van Theo, de directeur. Die wordt gelukkig gewenst door Paul Huff. Met het 40-jarig jubileum. Een hele intieme foto. U moet trouwens, als u straks de richting van de auto loopt, eens kijken die foto's die daar hangen. Het is fantastisch wat daar allemaal te zien is. Onder andere zo'n koningin Emma.
De grootmoeder van Juliana, dus je kan nagaan hoe ver dat weg is. Een prachtige statie, een heel voornaam en lieftallig, die samen met een vriendin of een hofdame naar een concert in Fiji gaat. Prachtig om te zien. En hier is een stuk De Vliegenvanger. Ook weer Paul Huff met Louis van Gasteren. Dat heb ik ook in Kampen nog zien spelen. Dat was het eerste stuk na de bevrijding dat gespeeld werd. U weet misschien dat die had een cultuurkammer tijdens de oorlog. En daar moest je verplicht lid van zijn, anders mocht je niet optreden. En heel velen deden dat vooral niet. Een enkele om de broden toch ook vaak weer wel. Maar hier was een groot ensemble van belangrijke toneelspelers en een jonge garde die optraden in een stuk De Vliegenvanger, een stuk over de Duitse tijd. En ik herinner me heel goed dat ik dat in de Kampers Stadsgehoorzaal heb gezien. De volgende. Het begon voor mij met Goud en Antiek, een thriller met John Cobot, Fons Rademakers, Ellen Vogel, Magda Janssens, Yuki Broederlet en ikzelf als een zekere Corder Morris. Een kleine, snelle met een bolhoedje op, een beetje een Gannevie. Hier zie je het Gannevie gefotografeerd jaren terug door Godfried de Groot. Godfried de Groot was dé fotograaf waar alle mensen uit het concertgebouw, solisten, toneelspelers zich lieten fotograferen. Dus dat deed ik ook. Het kostte je een vermogen, maar je kreeg er ook wat voor. Het werd natuurlijk geretoucheerd, de ogen werden net iets aangezet. Ik was al kalend, maar ook dat heeft hij prachtig weer opgesteld. Hij fotografeerde, hij drukte af op fluweel, denk ik. Zo zacht ziet het eruit. En de manier waarop hij fotografeerde, het was een lange, elegante man, een beetje komische man. Die zette jou gewoon in een stoel, zo, en dan, alsof hij boetseerde. En dan het gezichtje zo, en dan zat je dan zo, een beetje schuin, ja. En dan het hoofd nog meer zo. En dan zei hij ook tenslotte, om wanhopig van te worden, zei hij, ik zou graag een tandje zien. Die zei, dat je er vooral vrolijk op kwam. Nou ja, het is hier nog goed afgelopen, gelukkig. En dan ging hij weg trouwens uit die kamer. Ging daar om de gevoelige plaat te halen. Ik kwam in een andere kamer, in het donker. Kwam daar weer teruggetreden. En dan zette hij die plaat in, zo'n gigantische fotografiekast van mahoniehout. En dan moest je dat tandje dus anders maar laten zien. En hij drukte in een bal, zo'n vaporisateur, waar je moeder vroeger de eau-de-cologne mee spritste. Dat was het fotograferen destijds. Daar nog Leer om Leer, een blijfspel, een stuk van William Shakespeare. Ook in de tijd van Goud en Antiek, een van de eerste stukken die ik ook hier bij Fiji heb gespeeld. En dus al de dames en heren ruis leerde kennen. De volgende. Oh ja, dat is Ellen komt heel gauw hier. Ellen is natuurlijk gewoon een grand old lady. Ik hou niet van die uitdrukking eigenlijk. Maar goed, ze is het gewoon. En ze brengt het toch op om nog een hele grote rol te spelen. Met een prachtig jonge actrice, Roosje Ouwehand. Ze komen hier in december. Ze hebben fantastische kritieken. Dus het is de moeite waard om dat eventueel te zien, lijkt mij. En hier zien we Ellen met Fons Rademakers. Haar echtgenoot, of haar eerste of tweede, dat weet ik niet precies, maar goed. Ze hadden wat met Guus Oster en Cas Enklaar, de jongen die nu ook niet zo piepjong meer, dat er heel jong is, een grote rol heeft gespeeld. Met werktheater zich enorm heeft ingezet voor een hele nieuwe stroming in de toneeltraditie. Ellen Vogel heeft een prachtige humor. Ze blijft altijd zeer ladylike. Maar niet op een manier dat ze zich daarachter verschuilt. Ze blijft enorm zichzelf. Ik herinner me dat we... Vroeger ging je op tournee naar Maastricht, naar Zeeland, naar Groningen. Dat was heerlijk. Maar dan ging je minstens 3 dagen achter elkaar naar Groningen. Of naar Zeeland en dan nog door naar Maastricht. Dat was een vakantie. En je kreeg ook nog sejour. En als je dan bijvoorbeeld in Groningen bij de Weva ging slapen en niet in de Doelen, dan spaarde je uit en kon je nog een leuk hemd kopen of zo. Dat was heel spannend. Ellen Vogel stapte een keer in de bus voor een tournee naar Limburg en bepakt en bezakt. En zei, oh god, was een beetje aan de late kant, oh god kinderen, wat is het toch een heerlijk vak, het theater. Maar het breekt je avond zo. Hier is dat Leer om Leer wat u net zag weer, dat is in december 50,
Nederlandse komedie met Mimi Boes naar Ellen Vogel, Jos Liefsting, Loes Hensen, Johan Violet en linksonder ook Henk Punt van Punt Ulsen. Volgende. Ik moet nu aandacht vragen toch ook voor Ank van der Moer. Een grote actrice die met name met Tramlijn Begeerte van Tennessee Williams enorme furoren heeft gemaakt, maar met zoveel andere rollen. Ook een zeer trouw lerares was voor haar leerlingen op de toneelschool. Door dik en dun ging. Tramlijn Begeerte, het gaat nog steeds weer opnieuw nieuwe opvattingen. Het gaat nu door Ivo van Hoven geregisseerd, met Chris Nietveld onder andere. En de man die ik verder nauwelijks ben tegengekomen, iets te weinig naar mijn zin, is Guus Hermes. Hij zit dan nu wel in het Rosa Spierhuis en hij zit aan zijn stoel gekluisterd, maar hij heeft nog een soort van oude humor bewaard. Het is een beetje of hij een rol speelt, dat is wel leuk eigenlijk. Hij was daar een Stanley, de rol van Marlon Brando, een grote, uitgegroeide kerel en tegenover de Blanche van Ank van der Moer. De volgende. U spreekt met uw moordenaar. Er is altijd behoefte geweest aan stukken die het goed deden. Dat kan ook niet anders. En Lamar Theater of Kleine Comedie of nu al die kleinere theaters, maar op die willen dat ook graag natuurlijk. Want dan komt er volk. Dat moet ook. Publiek moet komen. Moet doorstromen. En dat was bij U spreekt met uw moordenaar zeer het geval. Dat werd geregisseerd door Guus Oster. En Ton Lensink en Jo Cabaretti, die speelden de rollen. Hier heb je twee mensen die heel jarenlang ook een belangrijk deel hebben uitgemaakt van het repertoire. Dat waren André van den Heuvel en Kitty Jansen. Toen een couple, zoals het heet, op het toneel. En ook in het Hemelbed, want daar spelen ze het Hemelbed van Jan de Hartog. Dat is allemaal anders gelopen. Hier staan ze, de spelers van Asselijn, met de ontwerpen van Nico Wijnberg. Een hele leuke inlay hebben ze hier gemaakt. André van den Heuvel links, Kitty Jansen. En daar staat mijn leerling Wim van der Grijn. Nu een fantastisch acteur, een klein, dik, kaal mannetje geworden. Zo gaat dat. De volgende graag. Hier, de Arnhemse toneelschool heeft ooit in Vigie zijn eindexamen gespeeld. En dat was misschien een initiatief, maar in ieder geval wel zeer onder leiding van Ludy Nijhoff. Ook een fameuze actrice die ook tot het einde van de jaren is blijven spelen. Ook weer bij nieuwe groepen, bij BEFT bijvoorbeeld. Groep die veel met beweringstheater doet, dat deed ze aan mee. Dat is fantastisch als er oude mensen zijn die nog op die manier nog vitaal genoeg zijn om op dat toneel te klimmen. Ze deed ook De Droom van Amerika van Edward Albee bij Studio en hier veel en veel eerder in De Ideale Echtgenoot. 1929, 1965. Hier deze speelfilm is opgenomen hier in Vigie, VPRO heeft het gedaan, waar ook Ludy Nijhoff nog een grote rol in speelde, te midden van de organisatie en de camerajongen. De volgende. Dan krijgen we hier, ach, daar gaat mijn hart van bloeien en bloeden, Marie-Louise Doudard Lagree van Ted Slaan. Iedere keer als ik hier naartoe rijd, kijk ik altijd zo, nee, ze kan er ook niet meer zijn, want ze is al lang weg en dat weet ik ook maar al te goed. Zij ik heb veel aan haar te danken. Zij had namelijk een veel geschreven over Van Meegeren, de meestervervalser die het laatste avondmaal met Christus in het midden voor een Vermeer heeft doen doorgaan, is verhandeld in de oorlog. Daar zijn miljoenen aan verdiend, tot tenslotte uitkwam dat het geen Vermeer was, maar dat deze, ja, wat sneuwe, een beetje zielige, teruggetrokken Van Meegeren, dat had geschilderd. Van Meegeren, die komt uit Deventer, had een zeer, kwam uit een zeer gefrustreerd gezin. En uit een vorm van ik kan het wel, heeft hij eigenlijk alle kunstcritici de hele wereld te kakken gezet door die meesterwerken te schilderen die voor een tijd lang het als zodanig hebben gedaan. Marie-Louise Doudard Lagree was de eerste die gevraagd werd door Van Meegeren, wil jij een biografie over mij schrijven? Die biografie heeft ze geschreven. De eerste is geflopt. Ongelooflijk. De tweede, geen standbeeld voor Van Meegeren, heeft het enorm goed gedaan. En daar heeft ze een toneelstuk van gemaakt. En tenslotte heb ik daar de hoofdrol in gespeeld, in een solo met stemmen en veel, veel beelden van schilderijen, tekeningen van Van Meegeren, tot en met het
hertje van Megeren. Hier is in de kleedkamer van Vigi, dit is de uitnodigingskaart. We zien wat ik zag, mij preparerend voor de rol van Megeren. En dat dagboek is ook nog als ingeleed. Woensdag 5 januari 1966. Met mijn dagboek ben ik ook hier geweest. Dus dat ik me hier thuis voel, het kan haast niet anders. Maar dat Marie-Louise ons nu zo van onderuit aankijkt en erbij is, dat vind ik alleen al de moeite waard om hier vanavond te zijn. De volgende. Waar die nog maar een enkel aantal jaren uit bevrijd is. Galilei wordt gespeeld door Gees Lindenbank. En deze Brillemans is een kardinaal, daar begin ik mee. En dan wordt hij paus en gooit Galilei in de ban. Er is één scène waar ik me erg op verheug. Dan ontwaakt hij wordt gewekt. Pausje ligt in bed. Wordt aangekleed, ik denk als een grote roze baby. Wordt steeds groter, groter, steeds meer pontificale kleren, een kroon op en dan staat er de kerkvorst. Dat doet me dan denken aan de uitdrukking van Vera Bondam. Het is maar goed dat je niet zo groot bent. Ik moet u zeggen, dit was mijn bijdrage vanavond. Ik zou zeggen, en zo hoort dat ook, binnenkort zien we elkaar weer in dit theater. Ik ga nog een keer terug. Huppa! Moet ik weer terug? Dank je wel. Jubileum. Dank je wel.